In de Rotterdamse haven zien we ze graag. Reusachtige containerschepen trekken honderden nieuwsgierige bezoekers naar de Maasvlakte. Pernice Notenboom is een stuk minder blij met de kolossale schepen. Scheepvaart is de meest duurzame vorm van transport. Het is niks. Je kunt geen 117 miljoen schoenen in één keer met een vliegtuig vervoeren bijvoorbeeld. Dus dat staat buiten kijf, maar het is wel zo dat scheepvaart hele goedkope, vieze bunkerolie gebruikt. En dat kan anders. Die vervuilende bunkerolie is erg slecht voor het milieu en onze gezondheid. Gelukkig verandert er langzaamaan wel iets. Je mag alleen maar hier laagzwavelige diesel gebruiken. Dat is nu een wet sinds 1 januari. Maar daar hebben ze 23 jaar over gedaan om tot die wet te komen. Dus het gaat heel langzaam, heel traag. En dat moet sneller, want scheepvaart is gewoon de meest vervuilende sport van de transportbranche in de wereld. Met haar documentaire Sea Blind hoopt Bernice de scheepvaart schoner te maken. Dat wil ze doen door mensen bewust te maken van de vervuilende containerschepen. Als je een t-shirtje bij de H&M koopt bijvoorbeeld, zijn 10 cent van het t-shirtje zijn de kosten van scheepvaart. Dat is niks. Als die scheepvaartkosten 20 cent zouden zijn, zeg maar een verdubbeling, maar dat betekent dus dat het met een schoon schip vervoerd kan worden, zou je het nog kopen. Omdat het zo kolossaal is en zo massaal en omdat zoveel in één keer op een schip vervoerd kan worden, is er ook juist een kans en een mogelijkheid om het schoner te doen.